Guten Abend, Sie allen. Ich bin wieder zurück aus Dortmund und ich habe gerade keine Deutsch gesprochen. Also, aber ich war in Deutschland und dafür sollte ich heute Abend auch diesen Facebook Live in Deutsch machen. Gut? Or should I do it in English? Because everything was in English. Yes, I can do that too. Maybe that's better to do it all in English because on stage was a real, typically English convention. Of zal ik gewoon lekker in het Hollands verder gaan? Lijkt me leuker, hè? Lijkt me leuker. Nou, jullie zien het al. Er staat gewoon een cadeautje. Ik ga het allemaal uitleggen. Vanavond staat in het teken van on stage. Oh ja, nu ben ik één dingetje. Oh ja, dat ligt wel in de buurt. Even mijn microfoontje af. Vergeet één dingetje. Twee dingetjes. Die heb ik er weer bij. Ik ga eventjes mijn tijdlijn erbij pakken. Kijken wie er nog meer geïnteresseerd zijn in On Stage. Eens even kijken. Ah, Els is er. Hoi Els. Wat hadden we een gezellig feestje, hè, gisteren. Heel erg leuk. En Inge is er ook al. Even voor degene die het misschien nog niet weten, maar Els is mijn nicht. En wij gisteravond hadden wij een feestje van ome Ton. Dat is de broer van onze vaders, zullen we maar zeggen. Onze vaders zijn er niet meer. Dus dan vinden we het extra leuk om af en toe wat familie te zien. En wat was bij Kretons, dan hebben we heerlijk gegeten en gezellig en gedanst. Hoi, hoi Inge. Ja, jouw schone zus was er ook. Die, en je schoonouders. En daar hebben we Hester ook. Jullie zijn vast allemaal heel nieuwsgierig over hoe ons steeds was geweest. Je denkt natuurlijk van, nou gaat ze nou niks maken, maar ik ga gewoon heel veel cadeautjes laten zien. En ik denk dat jullie daar ook allemaal wel inspiratie uit op kunnen doen. Ik ga eerst beginnen met te vertellen wat ik allemaal gekregen heb voor leuks. We kwamen daar aan in Dortmund. Is het geluid allemaal goed trouwens? Wow, er gaat van alles door het scherm, hè? Ja, ja, het was heel gezellig. Ja, dat was het inderdaad. Absoluut. Geluid is goed. Dat is altijd natuurlijk wat vertraagd. We kwamen dus aan in Dortmund. We hadden heerlijk auto gereden. En oh, ik ben één foto vergeten bij te op te laden. Oh, die moet ik nog eventjes gaan opzoeken. We hadden heerlijk grote auto. Eén van mijn team, die had Barbara, die heeft gereden. Even terug. Ik ben ondertussen even een fotootje aan het opladen. Jullie zien een arm zo in het beeld doorgaan. Oké, dat is niet. Dat gaat heel lang duren. Ja, dat kan ik niet anders doen, denk ik. Dus die had de auto gereden. Ik dacht, ik vind het wel leuk om even. Had ik allemaal klaargezet, maar nog niet alles dus. Om even een foto te laten zien van met welke vier wij er waren. Ik weet niet wat jullie door het beeld voorbij zien gaan. Nou, jullie zien een hand voorbij flupperen. Ik ben er bijna. Hoop ik dat ik de voordeligste eruit pak. Ik heb maar 500 foto's genomen. Valt voor mee, toch? Ja. Een handje door het beeld gaan. Maar ik denk, kan ik even laten zien met wie ik daar naartoe was. Hermian is er ook. Hoi, hoi, gezellig. Oh, en volgens mij zie ik Anita ook voorbij komen. Helemaal goed. Oh, kijk, dit is echt een leuke foto. Die laat ik even zien. Met deze meiden was ik naar On Stage toe. Kunnen jullie dat zien? Ja. Dus Barbara en mijn links, die woont in Lexmond. Dan sta ik daar. En dan Alice uit Egmondzee en Maya uit Vianen. En zo gingen wij dus naar Dortmund toe met de auto. Barbara reed ook. Oh, kijk, ik vind nog geld ook. Dat is ook altijd leuk.
Ik stop altijd overal wel los geld in. En er stond een meer ons op te wachten. En daar kregen we deze mooie rugzak. En alles was ook versierd. Dit zat er niet op hoor. Dat heb ik er later op gedaan. Ik laat zien dat wij uit Nederland komen. Hè. Alles was versierd in deze poppies. Bedrukkingen en versieringen. Dus we liepen allemaal zo door de stad ook. Voor als we elkaar tegenkwamen met deze tas. Daarin. Daar zat niet de nieuwe catalogus in. Die hebben we later gekregen. Daar zat wel een heel mooi schrijfboekje in. Nou, ik heb me een rotje geschreven om allerlei ideeën en tips. En dus die ga ik zeker gebruiken. En daar zat in deze geweldige stempelset. Tijdloze tulpen. We gaan hem straks ook nog voorbij zien komen, want ik heb er ook wat meegemaakt. Een Nederlands set met leuke teksten. En er hoort ook een pons bij. En je kan hem echt heel mooi uitponsen. Dus alvast een top om binnen te komen. Oh, en nog een pen en zo, maar dat komen we straks tegen in de lunchbox. Hier kregen we namelijk de lunch in. We hebben 2 dagen daar ook geluncht. Dat zat er allemaal bij. En toen dacht ik, dachten wij zo van, die box is daar wel mooi voor om alles te gebruiken. Nou, hoe zijn we de donderdag begonnen met swappen? Swappen is ruilen. Ik had als swap dit gemaakt. Ik had een bollentasje, een zakje met tulpenbolletjes. En daar had ik de frisse wind, de molen en de tulpen opgestempeld. En dan een labeltje eromheen. En ik moet zeggen, ja, mensen waren erg blij met mijn tulpjes. Oh, de tulplady, oh, onze tulpen. Helemaal leuk. Dus dat heb ik vooral geruild. En dat komt straks nog. En we verwennen elkaar ook altijd een beetje. Dat hoort ook wel een beetje bij zo'n evenement. Dat je... Hé, hey, Fenneke is er ook. Ja, die was er ook in Dortmund. Hoi, hoi. En we hebben gewoon heel veel hele leuke dingen geruild en elkaar gegeven. Ik had voor het team zo'n leuk gouden pizzadoosje gemaakt. Met... Ja, dat heb je nodig, hè. Want je krijgt een nieuwe catalogus. En dan heb je een... arceerdingetje nodig en wat post-itjes. Want ja, je moet kiezen. Je kan niet alles. Je moet kiezen in het leven. Dus die had ik als pillowbox cadeautje gemaakt. En de rest heeft ons ook... Iedereen verwende elkaar. Dit is zo'n lekker... Trouwens, dit is een leuke sluiting. Wou ik even laten zien. Met zo'n splitpennetje. En dan met de tagtopper punch. Kijk, wel keurig weggewerkt, hè. En dan zit er zo'n... dat je je handen kan verfrissen. Love is in the details. Nou, vind je het niet? Kijk, grappig, hè, met die pons. Dat had ik eigenlijk nog nooit gezien. Nou, zo ga ik dus door al die cadeautjes heen. Want ik heb zoveel dingetjes gehad. En nog een... Soms staat er een naam op. En dit was van Alice. Dat weet ik. En die had deze ook nog gedaan erbij. Met een... papiertjes om het hoe heet dat? Post-itjes om te kiezen. Nou, verder hadden we een versiering gemaakt. We zijn tenslotte het tulpenteam. Dus we liepen de eerste dag allemaal met zo'n tulp in ons haar. Zo. Of op onze kleding en zo. En daarna heb ik me op mijn tas gedaan hoor. Hey, Henny is er ook. Hartstikke gezellig. Hoi, hoi. En dit zat ook nog in de tas. 3 mooie pennen. Dus dat is allemaal verwennerij van Stamping Up. En verder ga je dan dus die zaal door. En een deel had ik meegenomen. En de eerste dag een deel heb ik de tweede dag gedaan. En dit is een heel leuk buisje. En er zit een cappuccino mix in. Het was warm als vuur, koude tagen. Kijk, met leuk zo'n kraaltje eraan en dingen. En dan moet je... Eetwater bij doen. Oh, het staat op de achterkant. Marina. Marina Stilper. Dankjewel. Oh, hoe hou ik het overzichtelijk? Dit moet ik straks nog laten zien. Zo. Nou, wat dan dus ook zo is, is dat je een badge krijgt. En daar hang je dan wat je hebt. Je titel en eventuele dingen die je te vieren hebt. Ik heb heel bescheiden 2 dingetjes. Poetels en nog een paar andere. Die liepen daar echt met zo'n...
die liepen dat met zo'n slier tot hun tenen eraan. Nou, dit is het keycord wat je krijgt. We kregen ook van die buttons. Nou, dat zijn van die hebbedingetjes om te ruilen dan. Dus ik heb inderdaad met een paar geruild. En je mocht een button uitkiezen met een nummer. En dan op een gegeven moment is het prize patrol. En dan afhankelijk welk nummer je hebt, win je een prijs. Nou, ik heb deze geweldige stempelset gewonnen. De Timeless Tropical. Echt een hele mooie bloem zit erbij. Ben ik heel erg blij mee. Dus omdat ik nummer 3 had, heb ik die gewonnen. Helemaal goed. We gaan weer een swapje doen. Ik heb hier Freude im Advent. Kijk, een heel leuk doosje. Ik doe ze ook allemaal, laat ik ze ook nog in het atelier liggen. Hè? Dus als jullie van de week of andere week even langskomen, vraag het rustig. Oh, El, ik wil eventjes de swaps nader bekijken iets. Kijk, dit was van Elisabeth Pullman. Met een lekker kerstkoekje erin. Dankjewel dat je met me geswapt hebt. Kijk, heel leuk voorgereeld. En door dat zo te draaien, sluit hij mooi. Moet ik het papiertje er weer in doen, anders kan ik het niet terughalen van wie die was. Voor jullie beeldvorming, ik heb er 50 gemaakt. Maar ik was niet van plan om het heel laat te maken. Nou, dit is een... voordat jullie denken van... hoe lang gaat dit duren? Vinden jullie het leuk om het te zien? Kan je het een beetje zien? Dit is een soort kerstbal. Met belletje. Oh, dat moet ik bij mijn microfoontje dan natuurlijk doen. Van Nadine Glast. Nanelliweb.de. Het is een bol en die kon open. Ik heb alles er nog in laten zitten. Gaan we samen van de week wel, wie er zijn, gaan we lekker opsnoepen. Hier heb ik een mooi label. Met een lekker, ook een wafeltje erin. Een riesiges dankeschön. Altijd leuk. Gewoon zo'n labeltje met een kaartje eromheen. Believe. Thinking over Christmas. A view at Christmas. Kijk, met van die schattige wandjes. En daar zit dan een mooi visitekaartje bij van Cale Miller. Uit Engeland. Ik heb met allerlei mensen geruild. Uit Duitsland, uit Engeland, uit Frankrijk. Oh, dit zijn nog een paar pins. Oh, er kunnen nog meer. Oké, okay. Die kunnen nog op mijn ding. Oh ja, dit was, die heb ik de laatste dag nog geswapt. En die kon je dan zo neerzetten. Schattig, hè? Zo, het is zeg maar een lange of twee labels aan elkaar vastgemaakt. En dan moest die zo blijven staan. Nou, ik denk, hé, leuk. Kijk, zo'n klein... Een rendiertje met de, van het copperfoil. Dan heb ik een lantaarntje. Oh, stond daar de naam op? Andrea. Andrea Weber. Dankjewel. En hier staan van Magali Barré. Oh, Magali Barré. Dat is Frans. Kijk eens wat leuk. Een lantaarntje. Joyeux de Noël. Blaadjes erop. Zo'n mini kaarsje erin. Kunnen jullie dat zien? Ja, geweldig toch? Helemaal leuk. Nou, first time on stage. Mijn eerste on stage. Nou, was het niet echt, hè? Mijn vijfde was het. Hé, hey, heb je Ingrid ook? Hoi, hoi. Hier zo een soort lolly, tenminste aan een rietje. Een soort jubileum ding, hè. Maar met zo'n hele fijn is het geëmbost. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Even kijken hoe ik dat in het beeld hou. Maar dat geeft heel mooi fijn effect. En dan is het natuurlijk heel geduldig gevouwen en gerild. Van Stempelturchen. Turchen. Isabel Nossel. Dankjewel Isabel. Met een leuk strikje erop. Helemaal leuk. Oh ja. Sommige heb ik al een beetje beter bekijken. Die vond ik ook wel erg leuk. Hier zo met een kaarsje erin. En dan hier ook nog een snoepje. Yoghurt. Papiertje erop. Ik denk toch wel heel erg leuk om, als je de tafel zo dekt, om dan dit er zo bij te zetten. Toch?
Volgens mij is dat wel een leuke decoratie dan. Ik denk, ik zal het wegdoen dat we niet zo in het snoer zitten te kijken. Blijft in beeld. Nou, een eenvoudigere boompje erop van geen naam met een tiktakje erop. Ook dankjewel. Helemaal leuk. Oh ja, hier had je een koffiemok. Dit is die set van die mokken, hè. Heeft ze een bovenkantje opgezet. Het is van Jackass Stempel, Heidi Breik. Met ook weer snoepjes erin. Zo'n klein cupje. Er komen trouwens in de nieuwe... De nieuwe catalogus heet trouwens mini-catalogus. En hij is niet zo rechtop, maar hij is overdwars. Moet even kantelen. Iets andere layout. Even wennen. Ik vind hem wel heel mooi. Het is weer even andere doel erop. De mokken. Ondertussen vertel ik natuurlijk even atjes andere dingen door. Nou, een dubbel label. Avec amour, Papa Noël. De geweldige. Geboompjes en het heerlijke, zo'n heerlijk zuurstokje. Het roze lint, / draad. I stamping you, Rosario de Lava. Uit Rosalie de Laia. Dat is een Franse weer. Ik heb ook af en toe een beetje Frans. Je parle aussi. Ja, kijk, ze woensdag, ga ze woensdag even goed nakijken. Ja, inderdaad. Helemaal goed. Je parle aussi un petit peu français et je parle un petit peu avec des madames français. Deze moet ik even op zijn kant houden eigenlijk, zo. Maar dat hangt dus zo als een huisje. Kijk, hebben ze dat, die sneeuwpop als het ware in een huisje gezet. Erg schattig. Dat is van Adeline Amacui. Oh, weer een Frans. Ik zat wel tussen de Françaises, ja. Leuk, leuk, leuk. Oh ja. Oh ja, dit was ook grappig. Daar stond ik een tijdje mee te kletsen. Leuk hè, met zo'n klemmetje van het sieraden, zeg maar. Heb ik ook allemaal. Grappig om dan aan zo'n telefoonhanger zo gezegd schaartje te hangen. Stonden we te kletsen. En zei ze niet zelf voor, zei iemand van haar team, dat ze de nummer 1 van Frankrijk was. Ja, maakt wel leuke dingen. Tadaa. Nou, deze dame had helemaal uitgepakt. Die had voor iedereen een pizzadoosje, een hele stapel pizzadoosjes mee. En ik denk Reese's peanut butter, dus een lekker cupje pindakaas volgens mij dan, hè. En dat is van Tracy Evans Longley. Ik had die Française de naam niet genoemd volgens mij, hè. Fanny Scrap. Oh, die naam stond er niet bij. Nou, dankjewel. Ook weer voor je mooie ding. Kijk, en die had het doosje dus met zo'n blond erop. Nee, van de magnolia. En ook met de magnolia gestempeld. Dan van Silke Schreuder. Dat was volgens mij een magneetje, had ze gezegd. Oh ja, die komt er doorheen. De favoriet komen erheen. Ik wou zeggen, ik heb hem aangezet dat hij op niet storen. Maar mijn dochter komt er doorheen. Even, je weet dat je moeder live is nu. Even vergeteling. Silke Schreuder. En dat is, volgens mij had ze gezegd, dat het een... Hij plakt in ieder geval wel eens een tierenlier. Nou, dan is dat het. Leuk hè, met as een button gemaakt. Met die... sneeuwpoppenpapier. Ik weet even niet hoe het heet. Want we hebben veel dingetjes, hè. Moet ik het even weer bij elkaar houden. Anders is het weer niet te herleiden. Hier was iemand achter de naaimachine gegaan. En daar zat... leuk met wat stempeltjes erop. En een lekker haribootje erin. Ik doe de snoep wel allemaal in een bak. Dan kunnen jullie allemaal handgemaakt stempelretterien. Nou, dankjewel. Oh, als ik maar niemand... Heb ik Silke Schreuder gezegd? Van die mooie, leuke mag... Die button? Af en toe vergeet ik volgens mij een naam te zeggen. Dat is niet zo leuk. Ja, bij deze staat geen naam op. Het is een zo'n mooie ster uitgeponst. En dan een vaccinelichtje erop.
Doet wel heel feestelijk aan. Helaas geen naam erop. Nou, dan van een... Oeh. Die komt zo. Want ik... Oh ja, wel, jullie zien. Ik wou zeggen, ik zie de rest van de bloem niet. Van Corine Oosterhof. Ook een tulpenliefhebber. Hartstikke leuk, Corine. Een mooie tulp op een stokje. Met een mooi kaartje eraan. Met de mooie tulpjes. En geëmborst en gedaan. Van Studio Grutsk. Nou, die heb ik ook een paar keer gesproken. Dus dat is ook altijd wel erg leuk. Van Barbara Maynard. Een leuk kaartje met de mini Daisy Pons. Zie je soms dat het zo eenvoudig is, hè? The best moments in life, in my life, happen with you. Even een rond ponsje erachter. En je hebt gelijk een heel leuk resultaat. Een leuk klein kaartje. Ik denk, ik doe eerst de... Ik dacht eerst van, wat is dit? Maar het is wel een heel grappig idee, want kijk. Je zet hem zo neer. Dat moet ik zo doen natuurlijk, dan zien jullie het beter. Van Monique Broost. Die heeft dit gemaakt. Broost waarschijnlijk, is ook Frans. En je maakt hem zo weer plat. Grappig toch? Als een tafel onderzettertje. Altijd leuk. Ho, ho, ho. Van, oh ja, Barry en Jay. Dat zijn twee gozers die ook altijd hele grappige Facebook lives doen. Ik heb ze wel eens gezien inderdaad. Mythosucrafts. Ik weet niet waar ik de klemtoon moet leggen nu eventjes. Kijk, met Dark Side Skittles. Ik laat het even zo zoen. Mythosucrafts. En dan zo eromheen. Altijd grappig om het zo op te ruimen. Oh ja, deze was open. Die heb ik niet opengemaakt. Want ik dacht, oh, dan maak ik hem helemaal stuk. Maar ik geloof dat het van mee viel. Maar eentje was heel blij met de inhoud hiervan. Want er zit... Even uit elkaar trekken. Soms is dat dus lastig om hem... Ja, zie je, dan gaat hij gewoon zo. Oh, dit... Had gewoon zo gekund. Sorry. Een stuk drukken. Politie. Een tandenborstel van... Sorry, Sigrid. Ik heb hem een stuk getrokken. Ik heb niet goed gekeken. Neem me niet kwalijk. Van Sigrid. Een leuk doosje met de mousse erop. En een tandenborstel. Eentje bij ons in de groep was er heel blij mee. Ik was iets vergeten. Leuk, hè, al die dingetjes. Kijk, een leuk sterretje van Liz Rockingham. Aan een dingetje. Met een kaartje en een labeltje. Van de Hup Hip Hooray, die set. En dan een rietje erdoor. Van Chris Kas. Dank je voor taugen. Daar dank je wel voor het ruilen. En dan zat er ook nog van die van dat herriepoeier in. Dat was leuk. Maar dat is natuurlijk ook heel erg leuk met sterretjes gewoon, hè? Of als je een uitnodiging maakt voor iemand. Gewoon zo'n labeltje dubbel. En dan zo'n rietje erdoor. Ik vond hem wel een heel verrassende kleur ook. Gaat het nog lang door? Ja, nog eventjes wel. Oh ja, dit vond ik ook een hele mooie kaart. Die heb ik gekregen van Berlin Paper Love bij Liana Hoyer, denk ik. Weer dat witte, die tekst geëmborst en dan vellum en dat wit geëmborst. Dus dit is door de machine gehaald, hè. Dit is verhit en ook wat vellum erop. Heeft een hele chique uitstraling. Dan... Van Gil 21. More. Two bigger craft crafting. Oh ja, en dit moest zo. Ik snapte hem niet helemaal, maar gelukkig snapte Maya hem wel. En dit kon je dan zo naar achter vouwen.
En dan zat je hem zo neer. It's your time to shine. Leuk toch? En dan zit je dit zo op elkaar. Ik heb een box vol. Die komt zo nog eventjes. Dit zijn die. Ah, het schiet op hoor, het schiet op. Een mooie kerstkaart. Happiest Christmas Wishes van Michaela Titterich. Mooi met een paar spettertjes gewoon erop. Oh ja, dit was grappig. Dat was van de Australische DDDM. Dat is een bepaalde functie binnen Stamping Up. En die ging weer terug naar Australië. Dus die gaf ik de bolletjes. Ja, ze zegt hartstikke leuk, maar ik mag niks invoeren. In Australië zijn ze daar heel streng voor. Dus ik zei, nou joh, dan niet. Ja, natuurlijk wel, ik heb er genoeg. Dus die had echt, ja, hoe leuk, hoe toepasselijk, een kangaroo gemaakt. Met een lekker chocolaatje erin. Het stort er achterin. Een schattig bloemetje met een strikje. Oh ja, dat was ook zo. Toen dacht ik, oh ja, hoe gaat dit? Maar zo'n leuk die naar twee kanten toe uit kan draaien. Oh, er zit zo'n leuk pussycat ding ook. En dan moet ik even kijken van wie die was. Rebecca Wilmore. Dortmund. Catnip Crafting. Thanks for swapping. Schattig, hè? Je denkt dus even van, waar moet ik hem opentrekken? Hier weer een hartje. Van wie had ik die ook weer gekregen? Oh ja, van Caroline van de Straten. Die moeten we volgens mij in de gaten gaan houden. Er komt wat leuks aan. Gaat ze vast zelf ook nog vertellen. Dan had ik van Yvonne. Dat is de upline van Karine, zeg maar. Karine is mijn upline. Een mooie doos gehad, had ze gemaakt. Met heerlijke maskertjes erin. Helaas hebben we er geen tijd voor gehad. Maar wel op z'n Yvonne's. Gewoon bedankt voor je vriendschap. Echt heel mooi gemaakt. Dankjewel Yvonne. Schitterend toch, die kleuren bij elkaar. En dan onze... ja, ik wil zeggen live create, maar ja, dat is nou ook weer niet. Onze motto. Ja, het is de leuze. To love what we do and share what we love as we help others enjoy in creativity and worthwhile accomplishments. In this we make a difference. Ons statement of the heart. Ik vergeet iedere keer hoe dat heet. De birdies van Barbara Marnaar. Met alle beschrijvingen erbij. Mooie kaart. Sommige maken moet je kijken echt helemaal de beschrijving erbij. Dat is toch geweldig verzorgd. Mooi gekleurd. Geëmborst. Keurig de omschrijving erbij. Dankjewel Barbara was het, hè? Ja, Barbara. Dan een mooie kalender. Op de Come Sail Away papier van Stempelven. Dankjewel, met een leuk pennetje. Altijd handig een kalendertje erbij. Dan een schattig doosje For You. Met een lekker zeepje. Even kijken. Ja, er zit ook een papiertje in, heel klein. Gillian Whitecomb, Noord-Ierland. Nou, dat is toch geweldig. Lekker stukje zeep. Dankjewel, Gillian. Ben ik verwend, hè? En al die mensen hebben dus tulpjes gekregen. Dus die gaan van het voorjaar allemaal tulpjes in de tuin krijgen. Hoop ik. Gaan we vanuit. Dus is een goed planten, hè? I Love Stamping. Twee mooie potloden. Sally Stampers. Staat er achterop. Leuk zijn hoesje. Dankjewel. Sally.
I don't know. Ik ga die doos even opzij zetten. Een auto, de auto van die set. Een leuke kerstkaart. Zal vast wel instaan van wie die is. Statement of the Heart heet de stempel. Ja, zo, heet het, zo moet ik het ook noemen inderdaad. Het is de Statement of the Heart van de club. Nou, er staat niks op. Het is een enkele kaart. Dankjewel. Zie je hoe leuk het is als je er wel een naam op zet. Niet dat ik iedereen ga bedanken nog een keer. Maar dan kan je in ieder geval herleiden van wie die is. Merry Christmas. Helaas ook zonder naam. Maar dankjewel. Van de Brightly Gleaming set. Van Karin, mijn upline, kreeg ik ook apart een cadeautje. Gefeliciteerd met je mooie prestatie. Met een persoonlijke boodschap erin, volgens mij. Ja, veel liefs van Karin. Dus dat is ook weer altijd leuk. Oh, deze vond ik ook heel grappig. Het is zo'n cirkel gesponst, hè. Dus dat is een cirkel uit ponsen en dan wat erachter blijft. Mooi die kleurverloop. En dan zo'n Dandelion Wishes. Hè? Die van de Dandelion Wishes eroverheen. Maar hier zo. Kijk, soms weer van die hele kleine strookjes papier. Maar moet je kijken hoe mooi die kleuren dan weer bij elkaar zijn. En dan op dat zwart. Ik vond het wel heel subtiel. Liz Julia. Artlover.com. Dankjewel, Liz. Mooie kaart. Weer een Franse, denk ik, zo te zien. Ik zie Joyeux Noël. Tada. Vive la neige. Lang leven de sneeuw. Nou, dankjewel, Franse collega. Helaas kan ik je niet bij naam noemen. Maar merci beaucoup pour votre carte. Kijk, van een collega uit Nederland, Margriet. Ook dezelfde set gebijt, de frisse wind. En dan mooi ingekleurd met de blends. Margriet Siekman doet ook altijd mooie dingen. Helemaal leuk. Dan een leuk kaartje. Ook weer met de schaar. Het is de schaar van volgens mij Crafting Forever. We are cut to be friends. En die is van Kylie. Kylie van het Artisan Design Team. Nou, mooie dingen gemaakt. Hè? Leuk envelopje ook weer even. Detail op. Kaartjes op elkaar laten liggen. Annemarie Breukers. Mooi van papier. En, oh ja, die had ook helemaal de hartjes uit een pons set. En die had ze geëmborst en hoger gemaakt. Schattig toch? Net zoals de hartjes die uit de schoorsteen komen. Leuk, Annemarie, dankjewel. En dan hier zou ook altijd het Artisan Design Team Emma Gotthard. De demo's die kunnen dat ook zien. Nou, je kan ook op Facebook googlen hè, naar Artisan Design Team. Die maken hele mooie dingen. Dit ook. Met geel, het is weer heel wat anders. Geel met grijs. En dan een paar glimmertjes erop. Doet het altijd goed. Even kijken, volgens mij ben ik er aardig doorheen. Nou, nogmaals hartelijk dank voor iedereen met wie ik geswapt heb. Hartstikke leuk. Ik had al laten zien wat ik ook gedeeld had. Oh ja, dat is misschien ook nog wel grappig om even te laten zien. Dat op zondagochtend was, hadden niet gezongen. Maar was wel langs geweest. Leuke pakjes. Ik laat hem nog even dicht. Want het zit zo klein, dat hebben we al wel ontdekt. Maar dan ga ik het ook opeten, denk ik. Nou, dan vinden jullie het misschien ook wel leuk. Of zijn jullie niet geïnteresseerd in wat ik gemaakt heb, of wel? Denk het wel, hè? Het is nooit de hoogstaande kunst die je gaat maken, moet ik altijd zeggen. Je krijgt een pakketje en het ligt echt perfect allemaal klaar. En dan ligt er een box op tafel met alle stempelsets erbij. En de inkt en spullen, papier, zit allemaal in het pakketje klaar. En dan zou je dus deze als voorbeeld kunnen maken. Dit is dus die Daisy set. Ik mag de catalogus niet open doen. Ik ga hem dus ook nog niet laten zien.
Het is ook wel leuk om gewoon een beetje spanning te hebben. Ik ga deze week wel al een paar dingen pre-orderen. Iedereen die naar ons steeds is geweest mag dat doen. En vanaf 3 december, even uit mijn hoofd, mogen alle collega-demo's ook orderen. En vanaf januari is het voor de klanten beschikbaar. Daar ga ik zo nog iets meer over vertellen. Mm-hmm. Het is wel heel leuk. Oh, dit is lint, wat je dus helemaal kan kleuren zoals je het zelf wil hebben. Want ik heb hem, ja, dat is natuurlijk Ellen eigenwijs. Ik heb hem niet gemaakt zoals hij daar stond. Want er zit ook zo'n leuk druppeltje bij. En ik heb de achtergrond gestempeld. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar dat lint kan je dus helemaal, heb ik met de blends gedaan, kan je helemaal kleuren in hoe je het hebben wil. En er zit echt heel mooi designpapier bij. En laat het voorjaar maar komen. Leuke teksten ook. Dit is, er zit ook een Nederlandse bij. Nederlandse teksten. Nou, en dan was ik natuurlijk heel blij verrast dat er een tulpenset was. Een nieuwe tulpenset en met grotere tulpen. Want dit is gewoon een grote kaart. En kijk, deze is dus uitgeponst. En die ook, en die ook. En dat blaadje ook. En dan heb ik het blaadje weer gebruikt als labeltje, want hier is het blaadje ook. Oh, deze hoort niet daar. Ziet er een beetje raar uit. Hè? Jullie dachten al, wat doet dat blaadje daar? Wat ik over dacht. Kan ik nog zien hoe groot het is. Nou, het touwtje eromheen. Heel makkelijk. Dit was het voorbeeld. Daar zien jullie niks van natuurlijk met een geschitter. Wel leuk toch, hè? Dus geen... Oh, ja, ja. Jullie hebben hem wel. Ja, ja, ja. Klopt. De demo's, dat was geloof ik een kleine vergissing. Maar ach, een leuke vergissing. Ga ik zoiets laten zien, Hester? Ik ben heel benieuwd wat jij van deze set vindt. Ik moest wel gelijk aan jou denken. En ook wel natuurlijk aan je meisje. Er zitten namelijk allemaal schoenen in die set. Schoenen. Dit zijn kaartjes, kant-en-klare kaartjes met envelopjes. Mooie envelopjes. Ik heb ze nog niet gevouwen eigenlijk. Kijk, met zo'n kartelrandje. Life is short, buy shoes. Ja, toch? Hier kijken, het is toch schattig? Heel mooi afgewerkt. Nou, we hadden de mazzel dat we met z'n fietsen aan tafel zetten. Verder niemand. Dus ik weet niet, Hester, of jij deze set al gezien had. Een beetje achterin. Is met dies. Maar die hebben wij nu natuurlijk nu niet gebruikt. Nou, met lippenstift. En dan ook weer eventjes, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Een beetje met Winkelstella. Voor de extra glimmende lettertjes. Be as bold as your lipstick. Nou, life is short by shoes. En dit zit dus al in die kaartjes. Ik vind het wel een heel mooi effect. En dan heb ik wel weer met die Winkelstella ook wat. Ja, ik was even in de Winkelstella. En een flesje parfum. Parfum. Hello, fabulous. Ik vind het wel een hele gave set die. Dus dat was die. En wat was het voorbeeld daarvan? Ik heb vreselijk afgeweken natuurlijk weer van... Oh ja, nee, ongeveer wel. Dit hadden we dan als inspiratie. Krijg je dat erbij. En dan hadden we deze. Met een hele mooie bloem. En toen gingen we op vellum kleuren. Ik heb ze dus allemaal... Ik pak het echt nu eruit. Hè. Ik ben vandaag de hele dag aan het soppen geweest. Dus we hebben mijn atelier opgeruimd. Ik wou hier 2 kaartjes van gaan maken. Deze heb ik het vellum gestempeld en de achterkant gekleurd met de blends. En dan zie je ook weer een beetje Winkelstella. En deze heb ik over het designpapier. Ook weer erg mooi designpapier. En champagne kleurig lint met een gouden randje. Nou, ik ben er bijna door. Even kijken hoor. Ja, dit was gewoon de placemat. Ik dacht, ach, voor een boekje. De brief van het binnenkomen. Ik wil, ik zei net al, dit is dus de nieuwe catalogus. Ik ga hem niet openen. Want de verrassing moet er een beetje blijven. Ik kan ze nog niet bestellen. Ja, als je hier bent, mag je erin kijken hoor. Dat mag wel, maar dat is gewoon een afspraak. Hopen ze ook wat te beschermen dat het niet allemaal gelijk nagemaakt wordt. En bij de januari tot juni, dus tot de nieuwe catalogus weer live gaat, begin juni, is deze mini-catalogus. Nou, hij is
Het is gewoon net zo groot als de gewone Calyx, maar ze noemen de mini. Hij is wat dunner, maar er staat genoeg in om vier te gaan, toch wel weer. En heel erg leuk, vanaf 3 januari tot 31 maart is de Celebration weer. Voor de mensen die dat niet weten, Celebration wil zeggen feestje. Feestje. Ja, oh, zoveel leuks gezien. Ja, die schoenen. Celebration is gewoon top. Bij iedere 60 euro kan je daadwerkelijk een stempelset uitkiezen. En er zit echt een briljante in met stokstaartjes. Ik ga hem nog niet laten zien. Er zit een hele leuke Nederlandse tekst in. Dus als je voor 60 euro bestelt, dan mag je dus zo'n stempelset kiezen. Er zit ook mooi papier in. Er zitten ook een paar dingen in dat je bij 120 euro een hele mooie bloemenstempelset en dan een pons erbij. En wat ook heel leuk is om te vertellen, is dat er ook weer een hele leuke actie is voor het instappen voor nieuwe demo's. Dus ben je enthousiast? En jullie zijn altijd enthousiast. Maar wil je iets meer besteden? Misschien wil je er wel je werk van maken. Misschien wil je er wel workshops mee geven. Of heb je zoiets van, nou ja, als ik demo word, dan heb je standaard gewoon 20% korting. En dan koop je misschien af en toe wat voor je vriendinnen. Zitten op zich geen regels allemaal aan. Wil je demo blijven, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Maar iedereen kan beginnen als demonstratrice. Wat ze dan vragen is een investering van 129 euro. Dat kost het je. Dan mag je uitkiezen. Ik moet hem eventjes bijpakken, hoor. Dat ik het allemaal eventjes goed zeg. Het is nu weer ieder jaar is het weer iets anders. Moet ik hem even uit beeld houden. Ja, het kost 129 euro. Je mag voor 175 euro uit de catalogus uitkiezen. Er komt een nieuwe mini cutter. Een mini snijmachientje. Die krijg je erbij. Je krijgt er een pak designer series bij. Papier bij. Met eigenlijk een verzameling van alle papieren zo'n beetje wat er nu in de collectie zit. Dus de tasjes, de lipstift, de bloemen, de daisies. Dit is een hele leuke golfset. Dat hebben wij ook nog gekregen op het eind. Toen was er zo'n Price Patrol. Maar dan voor iedereen. Ik heb hem nog niet eens uitgepakt. Nou, als je dus van golven houdt. Stel dat je van golven houdt en denkt van, oh, maar daar kan ik hele leuke cadeautjes van maken. Er is ook een hele leuke golfset. Is vanaf december voor demo's. En vanaf januari is voor klanten te bestellen. Golftas, moet je die kleurtjes zien. Dat is echt wel weer een mannenkleurenset. Golfkarretjes. En een heerlijk ruitje. En ook, zo zijn de stempels ongeveer, om lekker in te kleuren. Dus dat hadden we ook nog gekregen. Maar om eventjes het verhaal af te maken, wat je dus als demo kreeg als je in ging stappen. Oh, ik laat hem in beeld zien. Sorry. Hi schat, kom zo bij je. John die loopt langs, die stopte mee. En ik had ook gezegd, we stoppen op tijd. Dus ik had gezegd, voor 129 betalen, 175 uitkiezen. Die mini cutter, dat snijmachientje krijg je. Een pak papier van die 6x6'jes. Hè, dus 15,2 centimeter bij 15,2 centimeter. En je mag uit de jaarcatalogus of uit de mini-catalogus, uit alle catalogussen, mag je nog een hele stempelset uitkiezen. Nou, en het wordt gewoon allemaal gratis naar je thuis gestuurd. Heb je interesse? Of wil je niet wachten? Heb je zoiets van, ja, ik zie zoveel leuks voorbij komen. Want ik heb nog geen voorbeelden gemaakt. Dat kwam er vandaag niet van. En weg ben je. Zegt Anita. Oké. Nou, ze bedoelt misschien dat ik achter John aan ga. Nee hoor, ik zeg jullie eventjes goed gedacht. Nee, dat zal je vast niet bedoelen. Er zal wel weer iets weglopen of zo. Wil je meer weten om zelf demonstratrice te worden? Ik vertel je er graag meer over. Het tulpenteam is gewoon heel gezellig. Ik zou nog... Had ik die foto laten... Die had ik al laten zien. Ik ga nog even een andere foto laten zien. Dit zijn Sarah en Shelly. Moeder en dochter. En die, zo op het podium staan ze dan. En er staan allemaal camera's op. En dat volg je dan. En zo'n stempeldemo demonstratie, dat
wordt ook altijd met camera's allemaal gefilmd. Dus dat is prima te volgen. Die moeder en dochter hadden op het eind dus de stempel demo nog gegeven. Briljant. Giga gelachen. Deze wil ik graag nog eventjes laten zien. Dat is de tasjes uitgewerkt. Je kan er rugzakjes, toilettasjes, andere tasjes, tasjes voor kaartjes. Allerlei dingetjes van maken. Heel vervelend. Dit was dus een foto van die kaartjes, die projectjes die ik gemaakt had. En ik wil graag deze foto ook nog even laten zien. Want ik was ongelooflijk... Oh, wacht even. Nu doe ik iets fout. Zo. Ongelooflijk trots dat Alice en Barbara... En Ine staat erbij, de rechtervrouwtje. Ja, het is voor mij rechts, voor jullie misschien ook. Met het zwarte shirtje. Dat is Ina, die is niet van mijn team, maar Barbara en Alice wel. En die hebben voor de Nederlandse groep, en ik schat, weet het niet precies, maar iets van 70 mensen, hebben ze gewoon een demonstratie gegeven hoe hun stamping-up reis verlopen was. Echt ontzettend trots hoe ze dat gedaan hebben. Chapeau, chapeau. We hebben de avond ervoor ook heerlijk voorbereid. Op allerlei manieren zijn we daar... Oh, mijn beeld was gestopt. Oké. Okay. Waren we daarmee bezig. En heel mooi om dat ook samen te doen. En dan die adrenaline daarna om hoe ze dat beleefd hadden. Helemaal leuk. Om dat samen zo te doen. Nou, vanavond dus was het geen ding maken. Maar eventjes meenemen in ons steeds. Ik probeer van de week nog een filmpje op te nemen. Om het donderdag kort filmpje neer te zetten. En verder gaat de kies voor kleur eruit. Bestelling is gedaan, dus als ik alles op tijd binnen heb en alles klaar is, dan krijgen jullie bericht. Kan je het ophalen? Je krijgt een mailtje voor degene die dingen al misschien al hebben. En dan pakketjes, dus daar horen jullie snel meer van. Als je vragen of opmerkingen hebt, dan hoor ik het graag. Wil je het zien? Ik ben er vrijdag niet en zaterdag ook niet, zondag ook niet. Daarvoor ben ik wel regelmatig in mijn atelier aanwezig. Dus wil je nog even langskomen, heb je een vraag, dan hoor ik het graag. En volgende week ben ik er ook wel meer. Dus hou mijn site goed in de gaten wanneer ik er wel of niet ben. Ik heb ook af en toe nu de komende tijd wat andere dingen. Dus open atelier is niet op de gewone momenten. Planning voor het nieuwe jaar komt eraan. Als je wensen of voorkeuren of tips of ideeën hebt, hartstikke leuk om te horen. Hey, voor nu, hartstikke leuk dat je gekeken hebt. Ik ben nog steeds natuurlijk Ellen van Bij Ellen uit Rinnegom. En ik wens jullie een fijne avond. En dat gaat vast lukken. En blijf lekker creatief. Ga lekker aan de slag. Doei!